Vrijdag 27 oktober, het TV Limburg Journaal met Inge Beks. Dag dames en heren, een hele goede avond en welkom bij TV Limburg. Zometeen het journaal, maar eerst de hoofdpunten van het vrijdagnieuws. 160 jobs weg bij Overpeltfabriek. Staking legt treinverkeer lam. Brand richt miljoenen schade aan in Zolder. Bij de zinkfabriek van Union Minière in Overpelt komen 160 arbeiders op straat te staan. Nu werken er op het bedrijf nog 460 mensen. Het verlies aan banen kadert in een reorganisatie waardoor bij Union Minière in heel het land 1700 jobs verloren gaan. Bij Union Minière in Overpelt vonden ooit 2500 mensen uit Noord-Limburg werk. Na de mijnen was Overpeltfabriek de grootste werkgever in de streek. Door opeenvolgende reorganisaties daalde het aantal werknemers geleidelijk tot 460. Het blijft blijkbaar slecht gaan in de zinksector, want Union Minière schrapt in zijn vestiging in heel het land opnieuw gemiddeld 30% van de banen. Overpelt wordt na Hoboken het zwaarst getroffen. De volgende 3 jaar verdwijnen hier bijna 160 jobs. Dat komt neer op 34%. De ondernemingsraad kondigde vandaag aan dat er wordt voorzien in sociale begeleiding en dat er mogelijk brugpensioen op 52 jaar komt. Union Minière compenseert het banenverlies enigszins door nationaal investeringen te doen voor 20 miljard frank. In Overpelt gaat het om een zeer minieme investering. Nog voor de details van het saneringsplan bekend raakten, gingen de arbeiders van Union Minière in Overpelt vanochtend spontaan in staking. Volgens de actievoerders heeft de directie te lang gewacht om de beslissingen bekend te maken. Union Minière in Overpelt vanmorgen. Aan de poort staan de aanwezige arbeiders in stil protest. Een lid van het Comité voor Veiligheid en Gezondheid legt uit wat er is gebeurd. In eerste instantie is eigenlijk iedereen naar zijn werk gegaan. Uit de onderlinge contacten dan van de een woord kwam het ander. Het vloeien er zeer snel uit voort. We zeggen mensen, we moeten vandaag laten merken dat er enige solidariteit is onder de mensen. We moeten laten merken dat er samenhang is. We gaan dat niet beter kunnen doen dan de zaak even stil te leggen. Ze doen dat vooral de directie op de hoogte is dat onze mensen zeer hard doorgegrepen zijn. De actie is spontaan. Het is op het ogenblik van de feiten nog niet duidelijk of de vakbonden de staking erkennen. De arbeiders nemen ons mee naar een tweede ingang die is afgesloten. Vrachtwagens met grondstoffen proberen nog wel even, maar de vastberadenheid is groot. Vandaag blijven de poorten dicht. We hebben natuurlijk de ingang van de vrachtwagens afgesloten, dus die de in- en uitvoer van de producten doet. We hebben de ingang afgesloten aan de andere zijde waar men grondwerken bezig is voor de nieuwe installatie op te bouwen. We zijn op dit moment de enige wijzes waarop we ons ongenoegen kunnen laten blijken. De fabriek in Overpelt is meer dan 100 jaar oud. Hier werkten ooit 2500 mensen, nu nog 460. Hier worden allerlei bewerkingen gedaan met lood en zink. De zinkproductie zelf is al een tijdje stilgelegd. Het terrein is naar verluid zwaar vervuild. En net daardoor leeft hier de verwachting dat de fabriek nooit helemaal zal sluiten. Maar dat er mensen de fabriek moeten verlaten, daaraan twijfelde hier vanmorgen al niemand meer. Ja, en ook in Hasselt staan nog eens bijna 40 jobs op de helling. Want het computerbedrijf IC Systems gaat in vereffening. Dat hebben de aandeelhouders beslist. Het bedrijf gaat nu op zoek naar een overnemer. En als die niet gevonden wordt, dan dreigt een faillissement. IC Systems produceert computersoftware voor administratieve toepassingen. Het bedrijf vindt afnemers in kleine en middelgrote ondernemingen in binnen- en buitenland. Vorig jaar haalde IC Systems nog een omzet van 200 miljoen frank. Maar toch waren de cijfers al een tijdje niet meer in evenwicht. De aandeelhouders beslisten daarom vandaag het bedrijf in vereffening te stellen. De bijna 40 werknemers dreigen hun job te verliezen als er niet snel een overnemer wordt gevonden. Door een 24-uren staking van de Socialistische Vakbond lag het treinverkeer in volop bezig. Toch zal het voor korte SEM nog enkele maanden duren vooraleer de nieuwe regeling werkelijk van kracht wordt. Vanavond opent in Maasmechelen een nieuw filiaal van Oxfam Wereldwinkel. In Limburg zijn er op dit moment zo'n 16 Oxfam-verenigingen die samen een tiental winkels uitbaten. En allemaal hebben ze hetzelfde doel. Een perk stellen aan de oneerlijke handel
tussen het Westen en de derde wereld. Sinds 1991 staat de Maasmechelse Wereldwinkel maandelijks op de markt in IJsde. Maar sinds vandaag hebben ze een vaste stek in het centrum van Maasmechelen. 15 vrijwilligers verkopen er derde wereldproducten, zoals koffie, noten en speelgoed. Maar ook producten van Greenpeace en Amnesty International zijn er te koop. Op die manier wil de organisatie iets doen aan de oneerlijke handel tussen Noord en Zuid. Wij vinden dus dat de mensen veel te weinig betaald worden voor hun producten. Wij kopen grote hoeveelheden grondstoffen in de derde wereld. We kopen grote hoeveelheden landbouwproducten in de derde wereld. Denk maar aan cacao, suiker, koffie en dergelijke dingen allemaal. En wij vinden als organisatie dat daar veel te weinig voor betaald wordt. Doordat Oxfam Wereldwinkel enkel een beroep doet op vrijwilligers, kan een groter deel van de winstmarge rechtstreeks uitgekeerd worden aan een aantal kleine groepen van boeren in de derde wereld. Voor heel wat landbouwers is die werkmethode motiverend. Door het feit dat je met een bepaalde partner gaat samenwerken, dat heeft dikwijls een voorbeeldrol. Dat maakt dat andere boeren zich bij die coöperatie gaan aansluiten, omdat ze weten dat ze daar een betere prijs krijgen, dat ze daar ook begeleid worden in hun teeltmethoden, dat ze ook op een aantal sociale voorzieningen beroep kunnen doen. Op die manier hopen de vrijwilligers de macht van de grote multinationals te breken. Oxfam Wereldwinkel wil haar armslag nog vergroten en plant daarvoor nog een aantal nieuwe winkels in Limburg. Vandaag vierden de kleuters van de stad Peer, de beschermheer van de leerbewerkers, Sint Crispijn. Sint Crispijn is erg geliefd bij de Peerse kinderen en niet zonder reden, want wie voor hem een liedje zingt, wordt onmiddellijk beloond. Meer dan 100 kleutertjes van de katholieke basisschool van Peer zongen deze namiddag uit volle borst in de straten van hun stad. Zij vieren vandaag Sint Crispijn, de patroonheilige van de leerbewerkers. De kinderen trekken langs alle schoenmakers van de stad en dragen naar goede traditie een lied op aan de enige echte Sint Crispijn. En dat liedje gaat zo. En de handlangers van Sint Crispijn waren zeer vereerd met dit mooie lied. Het regende daarom niet alleen pijpenstelen, maar ook heerlijk snoepgoed. Voor de kleuters kon het geluk niet op. Sinterklaas heeft zonder twijfel met Sint Crispijn een zware concurrent in huis. En hiermee sluiten wij dit journaal af. Zometeen nemen we de concurrentie van Ron Cornelissen onder de loepen, namelijk de regen. Het weer dus na reclame. Wij zien u graag straks terug.